In deze video laat ik u zien hoe u voor de eerste keer inlogt bij het dataregistratiesysteem MySerious. U gaat naar de domeinnaam jri-myserious.com. Komt u op deze pagina terecht. En rechtsboven in de hoek ziet u inloggen, aanmaken mijn account en contact. Nou, klikt u naar contact, kunt u een formulier invullen. Komt bij jri terecht, wat uiteindelijk weer doorgestuurd wordt naar Hitma. Aanmaken mijn account is eigenlijk alleen van toepassing voor klanten die zelf hun project helemaal inrichten. Maar dat doet Hitma altijd voor u. Dus eigenlijk wat u alleen nodig heeft is het kopje inloggen. Nou, vult u bij mij nu al even wat in. In feite krijg je de eerste keer van MySerious een mail met uw inloggegevens. Dit ontvangt u van noreply@jri-myserious.com. Let even op dat dit niet in de spambox terechtkomt. Nou, u staat uw login ID, wachtwoord en de domeinnaam. Nou, deze gegevens heeft u nodig om in te loggen. In ieder geval kopieer ik even het wachtwoord. Dan gaan we terug naar de site. Vullen de gegevens in. We klikken op inloggen. Krijgt u het volgende scherm. En dan moet u eigenlijk gelijk zelf een nieuw wachtwoord invullen. Het kan zijn dat hier bepaalde eisen aan worden gesteld, afhankelijk van de configuratie van uw systeem. Dus ik val even wat in. Dus eerst het huidige wachtwoord. Dan uw eigen nieuwe wachtwoord. Klik op inloggen. En u komt vervolgens in het systeem terecht.